Welkom bij de kerstaflevering van het XC7 Journaal. Mijn naam is Fabienne. En ik ben Floris. Het Hoek Lyceum is een brede scholengemeenschap van MAVO tot en met het gymnasium. In iedere aflevering laten wij een bijzondere gebeurtenis zien in en rondom onze school. In deze aflevering is er aandacht voor de Eco Schools, een nieuwe challenge en nog veel meer. We hebben in de school gevraagd naar meningen over kerst. Kijk mee. Goedemiddag, jonge dame. Goedemiddag. En wat ga je doen met kerst? Eerste kerstdag ga ik eten met mijn familie. Gaan we gourmetten. Wat zijn uw plannen voor kerst dit jaar? Met de kerst gaan we gezellig uit eten. En waar gaat u uit eten als ik graag mag? We gaan naar Dok 99 Rotterdam. Dan gaan we eerst bowlen en daarna gaan we lekker gourmetten. Gourmetten, dat is wel echt, dat doe ik ook elk jaar. Dat is echt heel lekker. En heel gezellig. Hallo meneer Van Loo. Dag Lieke. Wat gaat u doen met kerst? Wat zijn uw kerstplannen? Ik heb de eerste kerstdag met de familie. Gaan we kerstcadeautjes uitpakken en dan gaan we lekker eten. Hebben jullie nog plannen voor de kerstvakantie? Ik ga naar Drenthe. Ik ga uit eten. Ik ga traditiegetrouw, zoals ongeveer driekwart van Nederland, ga ik gourmetten bij opa en oma. Dus dat staat sowieso op de planning. De kerstboom, daar liggen de nodige pakjes onder. Dus dat zal ook met de familie nog het een en ander uitgepakt worden. En wat zijn jouw plannen voor kerst? Nou, ik ga met mijn familie, met mijn oma en zo ga ik gourmetten. En heb je nog bepaalde kersttradities? Ja, ik ga altijd met de familie naar Kasteel Behaar. Met de kerstdagen niet zoveel. Uitrusten, misschien hier en daar nog wel wat lekkers eten. Maar verder rustig aan. Een beetje lokken. Nou, lessie. Eerste kerstavond ga ik, de pakjes, cadeautjes openmaken. En dan de eerste kerstdag en dan de tweede kerstdag ga ik gourmetten met mijn familie. En wat gaat u dan eten? Doet u gourmetten of... We gaan Italiaans eten. Dus we maken allemaal Italiaanse voorgerechten. Vitello tonnato en carpaccio. Lekker echt een Italiaanse sfeer bij jullie thuis. Dat klopt. En heeft u dan ook bepaalde films of liedjes die er dan draaien terwijl jullie aan het eten zijn of dat niet? We draaien er gewoon normale kerstliedjes die we ook altijd bij Sky Radio horen op de radio. Heeft u een favoriet? Ik heb één heel mooi nummer. Welke? Merry Christmas Darling van de Carpenters. U heeft het gehoord, mensen. Bas stopt na een aantal jaar bij HLTV. We hebben wat vragen gesteld. Nou Bas, je bent inmiddels wel een beetje bekend. En ik hoorde dat je gaat stoppen met HLTV. Waarom? Ja, nou ja, na 3,5 jaar dan vind ik het wel mooi geweest. Ik heb eigenlijk alles gedaan wat ik wilde. Stop met huiswerken, het is slecht voor je. Nee, dat niet. Oké, dat moet er nooit in. En weet je wat nou je prijs is? Je mag vanavond je schoen zetten. En natuurlijk de A en B groepen, de 1,5 meter. Mevrouw de Boer, u bent zwanger, maar moet u dan ook al 2 zelftesten doen? U komt met de deur in huis vallen. Ja, zeker. Gezellig. Waarom speelt u in een band? Wat ik bedoel, als ik dan de stem hoor, dan denk ik van nou, is dat echt zo nodig? Even Sinterklaasje, kom maar binnen. Even jongens, kom op nou, niet zo moeilijk doen. Nou, wat leuk dat jij bent. Vind je? Nee, ik hou niet zo van puddingbrood. Nee, nou, dus jammer, want anders eet ik hem wel. Niemand minder dan Madame Vermaat de Landry. Ik verwacht jou over een jaar of 10 op de televisie te zien. Met een eigen programma. We gaan het zien. Dus dan noemen ze u ook wel eens het paarse gevaarte, als het ware. Juist! Ja. Mevrouw Valkenborg, hoe maakt u het nu voor in dit... Meneer, u bent... Ik zeg al meneer. Ja, weet je nou waarom, klaar? Ik zeg meneer. Dankjewel. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Merci, bon après-midi. Merci, bon après-midi. A bientôt. Na 3,5 jaar vond ik wel dat de rek er eigenlijk uit is om het dan zo een beetje te zeggen. Wat is het leukste wat jij hebt meegemaakt in HLTV? Ja, ik vond die open dag van dit jaar, dus van 2013, die vond ik eigenlijk het leukst. Weet je, we gingen langs iedereen en wat ik heel erg bijzonder vond, is iedereen die kende ik. Oh. En dan merk je eigenlijk een beetje, dan ben je gewoon een soort oude lul dan eigenlijk. Ja, maar sorry, ben je natuurlijk een beetje een woord dat je natuurlijk niet mag gebruiken, dus mensen sorry, maar dan voel je je echt wel een beetje denk van de tijd nadert dat je hier weg gaat. Ja. Aan de ene kant ook goed, maar aan de andere kant is het ook wel jammer. En heb je nog hobby's?
Hobby's. Nou, ik vind de laatste tijd, ik vind de politiek vind ik erg interessant. Ik heb 1,5 jaar geleden, en dat zal dan voor de mensen denken, gadverdamme, de politiek is natuurlijk allemaal een beetje saai, hè, natuurlijk voor deze generatie. Vind ik ook helemaal niet gek. Maar 1,5 jaar geleden heb ik de serie van Pim Fortuyn gezien. En sindsdien is mijn hele politieke interesse wel gestegen. Ja, dit is wel leuk. Hoe gaat het nou met de liefde? Straks zie je hoe het interview verder gaat. Kijk mee naar de nieuwe challenge. Dit keer hebben we de muziekdocent meneer Van Geest gevraagd om mee te doen. Waar hebben jullie begint uitgedaagd om 3 kerstsandwiches te doen? Ik heb geprobeerd de langste vinger te maken van haakjes. Ik heb geprobeerd met kerstballen. En ik heb een kerstpuzzel tegen me gemaakt. 3, 2, 1. Ah. Oh, we zitten al aan elkaar vast. Ik ga ze geen eens te pakken. Ik vind het heel lastig. Nee joh. Het lukt niet. Doe het nou? Ja. Yes. Het is lastig joh. Ik kan het niet draaien. De wekker! Nu al? Nu is kort. Ja. 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 Yes. Straks zie je hoe de challenge verder gaat. In aflevering 1 zagen we dat meneer De Jonge van start is gegaan met het EcoSchools project. Hoe zijn de stand van zaken nu? Ja, nou eigenlijk best goed. Het loopt allemaal lekker. We hebben een hele leuke opening gehad bij het bestuurskantoor. Waar de heer Keller aanwezig was. Dat is de grote bestuurder van het Hoeksmuseum. We hebben daar taart in ontvangst mogen nemen. En we zijn echt gestart nu. We hebben de eerste vergadering gehad. We hebben een scan gemaakt van de school. En na de vakantie, dan gaan we even kijken wat we precies gaan doen. Ja, wat zijn dan precies de plannen voor de toekomst? Ja, dus er liggen veel dingen op stapel. Schoolplein is echt wel een ding. Dat willen we graag groener zien. Maar het Eco-team heeft heel veel andere mooie plannen. Dus denken we aan, hoe zit het dan met de afval hier, de afvalscheiding. Maar ook, hoe zit het met het opvangen van water? Kunnen we misschien een moestuintje hier ergens binnen de school kwijt, waar we wat mee kunnen? Kijk, zonnepanelen stond ook hoog op de prioriteitenlijst. Maar die komen er al, dus dat is super tof. En daar kunnen we misschien ook heel veel meer dingen mee doen. Dus er zijn heel veel plannen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Nou, top. Dank u wel. Meer informatie over bijvoorbeeld de vuurwerkregels of activiteiten in de les zijn te vinden via onze website, TikTok, Instagram en natuurlijk Facebook. Doet u dan Sky Radio op de achtergrond of de kerstboom? Dat doen we thuis wel. Ik heb een beamer, zet ik dan de open haard aan en liedjes erbij, dat is heel gezellig. Oké, leuk. En heb je nog een favoriete kerstfilm die je met elkaar gaat kijken? Oh, ja, maar kijk, ik hou van kerstfilms. Maar als ik er eentje moet kiezen, dan zou ik voor Love Actually gaan. En wat is jouw favoriete kerstfilm? De Grinch. Ja. Meneer, heeft u nog een favoriete kerstfilm of liedjes? Ik moet zeggen, bijvoorbeeld in de auto, ik heb altijd het hele jaar de radio uitstaan. Maar nu staat hij gewoon standaard op Sky Radio om toch wel de nodige kerstmuziek mee te krijgen. En qua kerstfilm, ik ben niet zo'n tv-kijker, maar de beste kerstfilm blijft toch wel Home Alone. En dan moet je ze wel alle 3 gezien hebben natuurlijk. Ja, ik vind alleen de eerste 2 leuk. Maar ja, dat is mijn mening. En hebben jullie een favoriete kerstfilm? Ik niet echt. Home Alone. Home Alone. Ja, bij mij ook Home Alone. Wat is uw favoriete kerstfilm? Ja, Alleen Thuis, deel 1 en 2. Grinch, Home Alone. Home Alone is altijd wel leuk, maar die heb ik al 20 keer gezien, denk ik. Maar hij blijft leuk. Heads up! Huh? Oh! Ah! Ja, dit is wel leuk. Hoe gaat het nou met de liefde? Met de liefde? Ja. Hoe het dan helemaal met de liefde gaat. Kijk, de liefde, laat ik 1 ding zeggen. Als het gaat over, er is hier 1 meisje bij ons op school. En daar wil ik 1 ding over zeggen. Lisa Yu heet ze. Lisa Yu.
De achternaam is Jur, dat je het weet. Oh. Dus, ja, dus oh, sorry, ja. En ik ben vreselijk dol op het kind. Dat is het enige wat ik erover zeg. Voor de rest. Ja, ik zou zo zeggen, ik heb ooit een uitspraak en die moet je dan even onthouden. Ja. Als ik bijvoorbeeld in bakstenen zou kunnen uitdrukken hoe dol ik op de ben, dan kan je de hele Chinese muur wel 140 keer bouwen. Zo. Dat is even mooi, hè? Dat is even mooi, ja. Mooi. En heb je nog een boodschap voor de kijkers? Kijk, de dingen die ik altijd bij Hoeks Lyceum Journaal heb gedaan, was altijd erg vrij. Ik ging altijd heel zelfverzekerd leven daartegen door. Ja. En uiteraard, kijk, ieder mens die zegt van ja, ik ben niet onzeker, dat zijn echt de grootste leugenaars. Maar je moet altijd één ding zeggen, en dat hoop ik ook echt bij die mensen ook aan mee te geven, ja. Is echt, relativeer altijd de hele zaak en denk er altijd bij, je laat nooit je gedrag veranderen door een ander, want dan ben je namelijk gek. En met die hele gedachte ga ik al een heel lang leven lekker vrij en vrolijk rond. Dus dat raad ik je aan, Ja, nou. Kijk mee naar het vervolg van de challenge. Oké, ja. 3, 2, 1. Ah! Nou, het is helemaal niet makkelijk dit. Ik denk dat dit zwaar onderschat gaat worden. Nou, dit is echt een keigrote puzzel. Waarom is dit zo lastig? Ja, je bent nu bezig. Je bent er bijna. Het is wel bijna oud en nieuw, maar dat maakt niet uit. Kijk eens. Stop de tijd. Kijk hoe iets. Waar begin je? Dat is echt de vraag. Voor mijn gevoel gaat de tijd heel snel. Nou, dat ziet er goed uit, moet ik zeggen. Ja. Jee, dit gaat heel goed. Hé, we zijn nog niet klaar, hè? Ja, je bent nu kaart aan het zegenen. Nou, deze wordt hier niet, denk ik. Oh, hij is zo. Ah, hij is zo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bijna, 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 bijna. Hatsa, hatsa, hatsa. Goed gespeeld, goed gespeeld, goed gespeeld. Goed gedaan. Straks de onthulling van de challenge. Op vrijdag 8 december vonden er in Lokaal 24 activiteiten plaats in verband met Paarse Vrijdag. Ook de wethouder kwam even langs. Bas heeft haar wat vragen gesteld. Ja, dames en heren, het is vandaag Paarse Vrijdag en ik sta hier nou naast mevrouw... Joanne Blaak van de Lagemaat. En wie is Joanne Blaak van de Lagemaat? Nou, dat is één van de wethouders van de gemeente Hoeksche Waard. Oh ja, en wat voor een wethouder bent u dan precies? Nou, een wethouder heeft allemaal verschillende taken. Portefeuilles heet dat in deftige taal. Zo, precies. Ja, ja. En dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat met zorg te maken heeft. Alles wat met welzijn te maken heeft. Met jeugd te maken heeft. Dus met ons ook? Zeker. Ja. En met volksgezondheid. En met inclusieve samenleving. Ja, Paarse Vrijdag is natuurlijk een dag van de inclusiviteit. Ze worden natuurlijk wel gezien. Waar houdt u zich daar dan specifiek mee bezig? Iedereen mag zijn wie die is en meedoen in de samenleving. Ah. Dat betekent dus dat als het gaat om mensen met een beperking, dat die ook mee moeten kunnen doen. Ja. Dus dan hou ik mij daarmee bezig om te kijken hoe kan het beter. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid van onze openbare ruimtes. Ah, ja, ja. Ja, we zijn een regenbooggemeente sinds 5 jaar. En wat, mag ik even ontbreken, wat houdt een regenbooggemeente precies in? Een regenbooggemeente houdt in dat je je beseft dat er mensen zijn die behoren bij de LHBTQI. Enzovoort, community, zoals gemeenschap. Ja. Waarvan we weten dat die nog steeds zich niet overal veilig voelen en niet overal geaccepteerd voelen. Ja. Dus daar besteden wij dan aandacht aan. Wat zouden scholen nog meer kunnen doen om ervoor te zorgen dat leerlingen zich vrij voelen om te zijn wie ze zijn? In uw ogen? Nou, ik vind het sowieso goed wat er vandaag gebeurt, maar eigenlijk moet het natuurlijk niet op één dag zijn. He, dat moet door het hele programma heen zitten dat kinderen, jongens, meisjes, dat die zich veilig voelen. Dus dat het in de lessen duidelijk wordt, dat er met respect gesproken wordt over anders zijn. Ja. En dat dat dus eigenlijk alle dagen van de school aan de orde komt. Wij zijn er nog al een beetje verdeeld over. Tenminste, want in mijn ogen is het namelijk zo, ik ben bang
dat er de afgelopen jaren in Nederland een bepaalde cultuur is ontstaan, een bepaalde regenboogcultuur, waar mensen een beetje afkeer van hebben. En daardoor, en dat blijkt ook wel in de cijfers de laatste jaren, de acceptatie van de homo is gestagneerd. En aangezien we natuurlijk wel willen, en dat wil zoals u en zoals wij ook van school echt willen, dat de homo echt wordt geaccepteerd en net zoals de hetero lekker vrij kan rondlopen, wordt daar waarschijnlijk op 8 april op de Waardendag een debat georganiseerd. Vindt u dat ook dan positief? Uitstekend, toch? Uitstekend. Ja. Zo, ja, toch? Zo is het. Ja. Nou, mevrouw Johanna Blaak van de Lage Maat, ik dank u wel. En ik wens u nog een prettige dag. Kijk mee naar de laatste challenge. Wie wordt uiteindelijk de winnaar? Steen, papier, schaar, wie begint? Ja, oké. Okay, ja. Oké, okay, de winnaar begint. Ja. Steen, papier, schaar. Ha! Oh. Oh. Wat is teleurstellend? Ik denk in mijn kind te douwen. Oh. Dat is ook teleurstellend. Ik ben beter dan jou. Ja, tot nu toe hè. Niemand wint. Nou, dat is echt heel slecht. Oké, okay, we moeten echt harder dus. Okay. Ja. Nou. Nee. Oh, zo dichtbij. Yes. Ik ga echt niet slaan, niet slaan. Oh, dat is niet toegestaan. Eigenlijk wel, ik mag dat. Oeh. Ja, 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 die is echt keigoed. Oeps. Oeh, je kan mij ook natuurlijk afknikken als je wil. Zo. Oeh. Dat is mijn laatste. Oh. Oeh. Ik... Leuk. Oeh. Ja, moet ik deze nog gooien? Straks gooi ik mijn eigen bal weer af. Ik wil die wel. Wil jij die gooien? Nee. Nee! Oeh. Dankjewel. De winnende kroon. Thanks. Thanks, goed gekeken. Bedankt voor het kijken. Onze volgende aflevering is vanaf het Open Huis. Het Open Huis bevindt zich op 2 februari van 7 tot en met 9. Zit de basisschool, dan hopen wij je graag te zien. Ook kun je dan in ons studio een boodschap inspreken voor bijvoorbeeld familieleden of vrienden. Mijn naam is Fabienne. En ik ben Floris. Een hele fijne kerst. Feestdagen. Heeft u nog een mooie kerstboodschap? Ja, zeker. Ik wens iedereen, alle leerlingen en mijn collega's een gelukkig nieuwjaar en een mooie kerstdagen. Fijne kerstvakantie! Doe de dingen die je zelf leuk vindt, maar die anderen ook leuk vinden. Een beetje rekening met elkaar houden. En gute rutsch ins neue. Hele fijne feestdagen. Geniet van jullie kerstvakantie. En een gelukkig nieuwjaar! Nou, geniet allemaal van de kerstvakantie, van de kerstdagen. En alvast een gelukkig nieuwjaar en rust lekker uit in deze vakantie. Fijne kerstdagen voor iedereen. Voor iedereen prettige kerst en gelukkig nieuwjaar. Ja, vol goede voornemens dat al je dromen maar uit mogen komen. Ik wens jullie allemaal hele mooie dagen. Rust lekker uit. Blijf een beetje nadenken en we zien elkaar weer terug in het nieuwjaar. Fijne kerst! Voor iedereen thuis, ho ho ho, Merry Christmas. Geniet er lekker van jongens, 2 weken, helemaal geen school. En kom lekker uitgerust terug en geniet van elkaar en lekker eten. Doeg! Je souhaite à tous mes élèves et à tous mes collègues un très joyeux Noël et une excellente année 2024. Heeft u nog een leuke kerstboodschap voor de mensen thuis? Nou, eigenlijk niet. Dus dit moet je er maar uitknippen, denk ik. En ik heb eigenlijk een hekel aan kerst. Ik ben een beetje door de Grinch van kerst. Dus nou ja, als het echt per se moet, dan maar prettige feestdagen. Bla, bla, bla. Verder, ja, wens ik gewoon heel veel vrede aan iedereen.